Welkom bij mijn analyse slash review over het introfragment van de dansaflevering van Barend de Beer. Ik heb als kind natuurlijk heel veel leuke kinderseries en films gezien, maar de serie Barend de Beer had ik tot kort geleden nog nooit van gehoord. Ik kwam het tegen op internet en het is dus een serie uit de jaren 60. Toen was ik nog lang niet geboren, want ik ben geboren in 2001. Vandaar dat ik de serie nog nooit eerder gezien heb. Want het is dus al heel erg oud, maar ik wil jullie graag wel mijn eerste indruk over het intrafragment van de dansaflevering geven, die ik nu heb gezien. Ik laat jullie even zien welk fragment ik precies bedoel. En daarna geef ik mijn analyse en review over het fragment waarin ik mijn eerste indruk geef en vertel wat ik ervan vind. Goedenavond, kinderen. Zeg, hebben jullie fijn gespeeld vandaag? Nou, ik heb me vandaag dood verveeld, baas. Ah. Oh, ik moet wel wat beweging hebben, hoor. Oh, nou, om Dick Beer een plezier te doen, weten jullie wat je moet gaan doen? Jullie gaan met Dick Beer dansen. Wat een superleuk intrafragment. Wat ik het fragment zo leuk vind maken, is eerst hoe het begint. Je ziet Barend en de Zandman samen op een wolkje aangevlogen komen boven een grote stad en je hoort muziek. Ik vind dit stukje van het fragment sowieso al heel leuk, omdat je hier heel duidelijk kunt zien hoe oud de serie is. Dat zie je sowieso al aan het zwart-wit beeld, maar ook aan de visuele effecten. Tegenwoordig kunnen dingen zo mooi bewerkt worden dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. En hier zie je toch wel erg duidelijk dat er sprake is van filmtrucage, om Barend en de Zandman zo hoog in de lucht te krijgen. Voor mij is dat een belangrijk onderdeel dat het fragment zo leuk en interessant voor mij maakt, want ik ben natuurlijk veel en veel later geboren. Zoals ik in mijn introductie al aangaf, ben ik in 2001 geboren en deze serie komt uit de jaren 60. In mijn kindertijd was er al lang kleurentelevisie, scherp beeld en veel betere trucage. En het is nu 2022 en als we naar de laatste jaren kijken, is het helemaal niet meer te vergelijken met de jaren 60. Je hebt nu gewoon 8K-video waarbij het gewoon net is alsof je dwars door de televisie heen kijkt, zo helder. En er zijn zelfs mobiele telefoons die 8K kunnen filmen en afspelen. Ook is het nu de dag al mogelijk om vanaf je mobiele telefoon een foto of video zo mooi te bewerken, dat dingen zoals vliegen in de lucht niet van echt te onderscheiden zijn. Ik vind het dus daarom heel erg leuk om het fragment van Barend de Beer te zien. De hele serie is natuurlijk opgenomen in die tijd, maar specifiek bij dit stukje zijn de oudheid, de nostalgie en de verschillen met nu gewoon heel duidelijk te zien. Dus dit maakt het echt een interessant en zeg maar gerust favoriet stukje van de serie voor mij. Ook de muziek en audio-kwaliteit spreken mij echt aan. Hier hoor je namelijk ook erg duidelijk aan dat het een oude opname betreft. De opnamekwaliteit was toen de tijd natuurlijk veel slechter. En de muziekkeuze die ze gemaakt hebben, zou je nu de tijd niet meer zo snel horen. Dus deze toevoeging maakt het fragment nog leuker voor mij. Er zijn nu de dag natuurlijk zo ontzettend veel programma's op tv. En zijn ze niet op tv, dan kijk je ze wel op je telefoon via bijvoorbeeld YouTube of Netflix. Veel van deze programma's zijn echt van de tijd waar we nu in leven en bevatten daarom ook moderne muziek. Voor mij voelt dat dus als normaal. En als ik dan dit fragment uit Barend de Beer zie, dan geeft het een compleet andere beleving van een serie kijken. En dat vind ik erg leuk. Dat is een keer wat anders dan wat je nu de dag op tv ziet en hoort. En dat maakt het extra leuk en speciaal. Nu ga ik het fragment even los van de ouderwetse effecten reviewen. Wat ik het fragment zelf zo leuk vind maken, dus los van de ouderwetse effecten, is dat het erg vrolijk begint. Je ziet Barend en de Zandman natuurlijk samen op een wolkje aangevlogen komen. En het ziet er erg gezellig uit. Tegelijkertijd is er ook muziek te horen dat erg vrolijk klinkt. Barend de Beer is een kinderserie dat volgens mij erg vrolijk is, dus dat ze de intro van de aflevering gelijk al met zoveel gezelligheid laten beginnen, is een erg goede keus van de makers. Als ik voor mezelf spreek, kom ik dan namelijk gelijk al in een vrolijke stemming, terwijl het pas net het begin van de aflevering is. Dat maakt het extra leuk, want dan ben je al voorbereid op de andere leuke dingen die gaan komen in de aflevering. En de intro van de aflevering is op deze manier niet alleen vrolijk, het is ook nog eens creatief. Je moet het maar kunnen verzinnen, een beer en een zandman die op een wolkje hoog in de lucht en ook nog eens boven een stad aangevlogen komen.
Ze hadden de intro bijvoorbeeld ook alleen met muziek en een stilstaand plaatje van de beer vrolijk kunnen maken. Maar in plaats daarvan hebben ze gewoon heel veel creativiteit ingestoken. Dat vind ik erg leuk en knap. Op deze manier voeg je echt iets leuks toe aan het introfragment, iets unieks. En dat maakt het gewoon veel leuker. Dan heb je echt iets speciaals. Ik moet zeggen dat het introfragment bijna nog meer indruk op mij maakt dan de serie zelf, bij wijze van spreken. Ik heb natuurlijk ook de hele aflevering, inclusief het verhaal zelf dat er achteraan komt, gezien. En dat is natuurlijk veel leuker om naar te kijken, want dan speelt er zich echt een verhaal af. Maar ik probeer te zeggen dat ze gewoon erg goed geslaagd zijn in het uniek maken van de intro. Als ik de intro zou moeten beoordelen qua vrolijkheid en creativiteit, dan zou ik zeker een 10 geven. Erg goed gedaan, makers. Mijn complimenten. Nog even over de muziek zelf. Wat ik ook goed vind, is dat de muziek in het begin een paar keer dezelfde melodie herhaalt en vervolgens anders wordt. Dit zorgt er namelijk voor dat je het nummer erg goed kunt onthouden, zonder dat het eentonig is. Daarnaast krijg je op deze manier ook een opbouwende vrolijkheid in de muziek, wat weer erg goed past bij de vrolijke beelden. En hoe leuk en creatief de beelden ook zijn, muziek is altijd een belangrijke toevoeging. Zonder muziek zou dit fragment veel minder goed bij mij binnenkomen. Ik denk omdat je dan toch niet helemaal in de sfeer komt. Muziek doet heel veel met mensen en hun emoties, dus ook de muziekkeuze is naar mijn mening erg goed gedaan. Oh ja, om niet te vergeten, wat ik ook erg leuk vind, is dat ze een fluittoon gekozen hebben voor de muziek. Want fluitmuziek is erg vaak bij sprookjes te horen. Dus in dit geval maakt dat het magische effect van Barend en de Zandman op een wolkje in de lucht ook weer wat echter. Superleuk! Als het wolkje eenmaal is aangekomen, zegt de Zandman: "Goedenavond kinderen, zeg, hebben jullie fijn gespeeld vandaag?" En dat vind ik ook een hele goede toevoeging aan het fragment, omdat het interesse toont naar het kijkpubliek van de serie. Ik ben natuurlijk geen kind meer, maar ik kan me zo indenken dat je het als kind erg leuk vindt als de personage vraagt hoe je dag was, of aan je vraagt of je fijn gespeeld hebt. Op deze manier krijg je toch een wat realistischer gevoel bij de personage en is het extra leuk om naar de serie te kijken. Dus ook dit is weer supergoed. Daarna zegt Barend: "Nou, ik heb mij vandaag dood verveeld, baas. Ik moet wel wat beweging hebben, hoor." En daarop antwoordde de Zandman: "Om Dickpit een plezier te doen, weten jullie wat je moet gaan doen. Jullie gaan met Dickpit dansen." En wat ik zo goed aan dit stukje van het fragment vind, is dat het zo stimulerend is. Barend geeft namelijk aan dat hij zich doodverveeld heeft en wel wat beweging moet hebben. Dus dat geeft de kinderen die naar de serie kijken ook mee om wat te gaan doen de eerstvolgende keer dat ze zich vervelen. Dit maakt het fragment dus zelfs leerzaam en dat is ook erg belangrijk. De Zandman zegt daarna natuurlijk nog dat er met Dickpit gedanst gaat worden en dat het hem een plezier gaat doen. Dus dit maakt de ondernemende activiteit zelf ook duidelijk. In de manier hoe hij het zegt vind ik heel stimulerend klinken, dus dit maakt het fragment echt compleet. Als allerlaatst wil ik nog zeggen dat ik dit stukje van het fragment ook leuk vind omdat hij op een leuke manier in het verhaal van de aflevering brengt. Maar dat gaat natuurlijk over dansen. Echt een superleuk fragment dit. Ik had de serie natuurlijk nog nooit eerder gezien, maar ik heb na het zien van dit fragment wel een hele goede en leuke indruk van de serie gekregen. Ik ben ook heel benieuwd naar alle andere fragmenten en afleveringen van Barend de Beer. Superleuk, goed gedaan, makers!